Goedenavond, beste vrienden. Welkom in ons midden. Heel prettig u weer te ontmoeten via deze camera en die andere natuurlijk, die. Maar die komt zo aan de beurt. Ik wil graag vooral onze Belgische kijkers, en dat zijn er nogal wat, van harte welkom heten, want zij staan centraal in ons programma van vanavond. Begin van dit jaar hebben wij met onze verborgen camera's een tijdje rondgevideo'd bij onze zuiderburen. En vanavond hebben we dan ook een groot aantal verborgen camerasterren uit België hier in het publiek uitgenodigd. Leuk dat jullie er allemaal zijn trouwens. Ik vind het heel leuk. Ja. En dan hoop ik maar dat die ene dame er is die ik nu uit deze brievenbak ga halen. Want anders sta ik hier mooi alleen te wezen vanavond. En dat vind ik helemaal niet gezellig. Dus laten we hopen dat ze er is. Ik pak gewoon van deze kant. Wie gaat met mij deze avond door? Nomi Ferré. Is die? Ja! Kom er even bij. Dag Nomi, kom hier staan. Zo, in het licht, in het zonnetje. Waar kom jij vandaan? Ik kom uit België, uit Antwerpen. Uit België, dat is toevallig. Uit België komt ze. En wie wil jij ertussen nemen? Nou, mijn vriend. Hoe heet hij? Yves. Huh? Yves. Ja. Yves. Hij is niet vanavond hier? Ja, hij is hier. Hij zit in de zaal. Oh. Dag Yves. Maar hij wist niks van die brief. Nee, hij wist helemaal niks van die brief. Hij ging gewoon met mij mee, dus vanavond, maar hij wist niet juist voor wat. Aha. Zeg, durf jij het aan met mij vanavond? Ik denk het wel. Mag dat van Yves? Mag het? Ja? Goed. Nou, dan, het is niet het eerste programma, dus we weten zo langzamerhand wel. Beneden hangt kleding voor je klaar, dan kun je uitzoeken wat je wilt. Ja. De make-up zit op je te wachten en Anita, onze assistente, neemt je even mee. En we zien elkaar zo terug. Okay. Tot zo. Applausje voor Nomi. Dit goudblok hebben wij in Antwerpen op straat gelegd, vlak voor een juwelierszaak. Om eerlijk te zijn, hebben we het niet zomaar neergelegd, maar heel goed vastgeplakt op het trottoir met heel sterke lijn. Ervan uitgaand dat ons publiek het zou zien liggen, zich erover zou buigen en zich in alle bochten zou gaan wringen om het goud te pak te krijgen. Dan moet u eens opletten wat er toen gebeurde. Kom maar, Steve. En dit is dan de juwelierszaak. En u ziet het, vlak ervoor op de grond, daar ligt ons blokje goud. Ze liep er tegenaan. We keken het van een afstand en dan wat van dichterbij. Oh, mevrouw, ze stapt er overheen. Je ziet helemaal niks. En deze moeder ook niet. Wagentje eroverheen. Hond snuffelt, ziet niks. Een kind ziet liggen. Maar wordt door moeder meegetrokken. Liggen, je weet nooit waar het vandaan komt. En dit is volgens mij een echte professionele goudzoeker. Wat zou die nou denken? Hij is onzeker. Staat te twijfelen, zal hij het oprapen, zou het nep zijn, 18 karaat, nee, het is nep. En kijk nou eens naar deze jongeman, struikelt er bijna over, maar ziet nu wat er voor hem ligt en hij kan het zich nauwelijks voorstellen.
eerst eens even rustig de zaak bekijken via de etalage uit. En voor ik het oppak, moet eerst dat stelletje links van mij ophoepelen. Kom jongens, loop eens door. Nou, dan maar wachten. Ik heb de tijd. Oesh, dat is bijna raak, zeg. Kijk, ja, allemaal weg. Dan gaan we heel nonchalant op ons fortuin af. Het zit vast. Wat een smerige steek, zeg. Nee, mevrouw, het zit vast. En deze mensen hadden nergens moeten mee, die kwamen zelfs met zwaar materieel aandragen. En zo raakten wij bijna ons goudklompje kwijt. Ik ga het even te vriezen, Frans. Nog niet klaar, dan gaan we iets anders doen. Als u in een winkel deze poster, kijk eens, een prachtige poster van België, Rubens. Als u deze poster zou willen kopen en de verkoper zou hem zo inpakken voor u. Ja, zo en dan dat, ja, zo en zo. Nou, wat zou u dan doen? Protesteren of accepteren? Wie het weet mag het zeggen, zometeen via ons bekende drugsysteem. Hier komt die, ja. Kan die mooi in de tas, hè? Maar dat past nog niet. Alsjeblieft. Die is voor u, deze. Het zijn schone, hè? Heb ik zelf ook thuis. Hoe vaak moet ik dat vouwen eigenlijk? Voor school? Ja, ik doe dat toch niet zo lang zien. Dat is prima. Ja. Thank you. U heeft een tasje bij u, hè? Ja hoor. Jammer. Is een schone deze? Ja, schone. Ik heb hem zelf ook. Ja, bedankt. Is het voor een cadeautje? Alsjeblieft. Dank je. Weet u dat alle, tot nu toe alle mensen die u gezien heeft, behalve die twee jongens, dat waren Belgen. En die twee jongens, dat zijn Nederlanders. Dat is een tip voor de stemming, zal ik zeggen. Ja? Even verder kijken. Meneer Blikman bent u. Ja, u bent de bedenker van deze grap, hè? Dat klopt. Hoe bent u er zo op gekomen? Nou, we waren in november vorig jaar waren we in de National Gallery in Londen. En daar zagen we een dame een poster met zoveel zorg opvouwen en oprollen. Terwijl er tegenover haar een nogal droge Engelsman stond. Dus ik stootte mijn vriendin aan. Ik zeg, moet je nou nagaan? Moet je nou eens kijken? Als die poster nou eens opgevouwen wordt. Dus dan, hé, dat is een idee van bananensplit. Dus vandaar. Hartelijk dank hoor, want we hebben er veel plezier van. U krijgt van mij als dank een leuke poster mee. En Anita, de trofee, want dat heeft u wel verdiend. Een applaus voor meneer Blikman. Ja.
Nou, dan gaan we nu de knop zo indrukken. Nemen ze hem mee, die poster? Ja of nee? Nu drukken. De score. 67 mensen zeggen nee, ze laten hem liggen. En 33 ja, ze nemen hem mee. Nou, het zal ons benieuwen. Laten we gaan kijken naar het vervolg. Is het al mee te nemen? Ja. Ja, u heeft een tas bij u. Een foutje, ja. Ja, een foutje. Ja, maar dat, als u thuis bent, dan is dat zo weer verdwenen. Ja, kunt u niet oprollen. Ja, zo hoeft het niet. Maar u heeft hem liever opgerold? Ja, nu zit hij veel. Ja, maar dat is zo verdwenen. Ja, dat is zo weg. Die vrouw niet. Maar dat, ja, nou dan. Ja, die vrouw een beetje zit, zo, hè? Die vrouw zit er nu in. Ik zal hem terugplooien, hè? Ja, daar zit die vrouw er nog in. Zo, daar zie je niks. Dat is zonde van die hele poster. Daar zie je niks. Dit wordt nu wel wit. Als je gaat fouten. Nee. Kijk maar eens goed. Dat is niet wit. Ja, ik sta me verbazend te kijken dat u die dubbelfout, echt waar. Maar dat is veel praktischer. Ja, zo is die hele poster te gaan. Ja, maar hoe kleiner, hoe eenvoudiger om te vervoeren. Ja, u gaat steeds verder. Dat kan best wel. Als je hem oprolt, is het ook te vervoeren. Dat is het punt niet. Maar. Ja, absoluut. Nee, maar u krijgt een andere poster. Ik krijg een andere poster van Banana Split. Ja, ik was er blauw voor. Ja, zijn onze twee Hollandse jongens hier in het publiek toevallig? Ja? Wie heeft hem gekocht? Wie wilde die poster kopen? Dan krijg jij van Anita een trofee. Ja. Zo, 67 mensen zeiden nee, poster blijft liggen. En de rest, 33, ja, ze nemen mee. Dan denk ik dat we 33 Belgen in de zaal hebben. Zo simpel is dat. Ja. Hoe zou het staan met onze presentatrice van vanavond? Dames en heren, uit België, van de Keizerlei, uit Antwerpen, Nomi Ferré. Mooi, hè? Heb je mooi uitgekozen. Hè? Rode duivel ben je. Ja. Ga zitten. Ga zitten. Prachtig. Zeg, wat werk jij? Ja, ik werk als mannequin, begin het fotomodel. Als mannequin? Maar dat is ook geen kunst om zo mooi te lopen. En hoe lang doe je dat al? Ongeveer een jaar. In België en Nederland? Maar voorlopig in België, maar ik moest ook soms voor een paar dagen naar Düsseldorf. Ja. En dan moet ik de collectie aperitief vertegenwoordigen. Ah, geen reclame, hè? Pas op. Nee. Meneer Brinkman zit mee te luisteren. Nee, dat ook niet. Kijk. En dat geldt ook voor Belgen, hoor. En vertel eens, wat heb je ervoor gedaan? Ik heb 1 jaar scheikunde gevolgd aan het Tropisch Instituut. Ja. Maar daar ben ik mee gestopt, want daar lag je helemaal niet voor mij. Zit jij, je woont in Antwerpen? Ja. Woon je ver van het Sint-Jan Bergmans College? 10 minuutjes met een tram. 10 minuutjes met een tram. Ken je die school? Ja, ik ken die. Dat is een jonge school, hè? Ja. Maar je bent er wel eens langs gelopen. Ja. Nou, daar gaan we namelijk naartoe. Je weet hoe het hier gaat. De tekst staat op de camera. Dus ja. Kun je het lezen? Kun je het goed lezen? Ja. Je hebt nog geen bril nodig, hoop ik, hè? Nee. Oké. Dus ik zou zeggen, pak je eerst de aankondiging. Ja. Een jongensklas op het Sint-Jan Bergmans College te Antwerpen stond een aardige verrassing te wachten toen de scheikundeleraar ze voor een uur overdroeg aan een goede collega. Let u maar eens op de gezichten toen zij hun nieuwe leraar voor de klas zag staan. Prima, het doet goed, hè? Prima. De jongens opgelet. We kregen vandaag inspectie. Ik zou willen dat u de stof die ik voor de overroering aangekondigd heb nog een keer bekijkt. Straks haal ik mijn collega op. Dat is niet zomaar een collega. Die heeft al heel wat geschreven. Het is een dokter in de scheikunde.
Het is de bedoeling dat ik die nu ga afhalen. De tijd die u dus rest. Dus de formules die ik in die tabel opgegeven heb, mag dat je die kent, hè? Dat zal voldoende zijn. Hè? En onmiddellijk terug. Goedemorgen. Hallo. Zal ik u maar helpen? Jongens, mag ik u voorstellen? Mevrouw Veldkamp, dokter in de scheikunde. Zij is verbonden aan het ministerie van Onderwijs in Nederland. En voor het ogenblik maakt zij een vergelijkende studie van het niveau tussen Nederlandse en Belgische. Ik hoop dat we dat niet te slecht zullen doen. Ik heb gehoord dat het niveau hoog ligt in België, dus ik heb hele goede verwachtingen. Ik laat u even alleen, ik ga met de directie. U gaat weg? Jazeker, maar niet voor lang. Is dat vertrouwd? Ja, u zult ze wel de baas kunnen maken. Ja, denk je? Ja. Nou, ik doe mijn best. Ik zet de prisma's even weg als u het geen probleem vindt. Nee, zeker niet. Ja, is goed. Heb ik even wat meer armslag. Nou, nogmaals goedemorgen. Jullie weten inmiddels wie ik ben. Ik kom uit Holland. Ik heb wat het een en het ander gepubliceerd. Over scheikunde. Zo. Fantastisch, kijk eens aan. Dan pik de klas niet meer door. Goed jongens, we beginnen even met mij voor te stellen. Het is nooit leuk om met jezelf te beginnen, maar het is wel makkelijk om dat even te doen, ja? Schrijf het even op het bord. Mijn naam is... Dr. Veldkamp. Ja? Gewoon de Veldkamp met een Dirk en een Victor. Ja? Goed, dat was mijn naam. Ik wil graag even jullie namen weten, want dat werkt wat makkelijker misschien. Ik weet niet of ik ze allemaal in één keer kan onthouden. Ik hoop het wel. Ik zou zeggen, begin jij eens. Oh. Olivier. Sorry? Olivier. Olivier, prachtige naam. Koen de Vlegelaar. Koen de Vlegelaar, oh, nou, ik hoop dat je je naam niet te veel eer aan doet. Jan de Vriend. Jan? De Vriend. Nou, ik zal proberen te onthouden. Als ik een foutje maak, zeg het maar rustig. Goed, dus ik pak even het boekje erbij. Het gaat om het volgende. Wat staat hier? Olivier, sorry. Uitstekend en... Goed, nou gaat het erom, wat is de reeks tussen barium 2+ en tellur 4+? Olivier was de naam? Ja. Olivier. Ja. Ja. En, ja. Ja, zeg jij? Wat moet erachter? Nou, het mag allebei, maar omdat jij het zo prettig vindt, wil ik er best een eentje aangezet worden. Ik heb helemaal geen probleem. Maar het mag allebei. Ja? Goed, je weet niet zo 1, 2, 3 zeg jij, Olivier, van dat is de reeks tussen die twee gegevens. Nee. Weet iemand anders het? Heeft iemand anders een idee, in ieder geval één dingetje wat ertussen kan? Ja, een momentje hoor, neem me niet kwalijk jongens. Zou ik u nog even kunnen spreken alsjeblieft? Ik ben net bezig trouwens. Ik dring aan. Zou u... Goed, een momentje, ik kom eraan. Thank you.
Ben lekker bezig geweest? Het een beetje, je snapt er geen... Jota van? Ja, kan inderdaad. Kan. Goed, wat is dat lastig als ze je eruit halen? Moet je er helemaal in komen? Jij hebt de trui er ook maar bij uitgedaan, zie ik. Weet je het waar? Goed, nou. Niemand heeft echt gezegd van nou, dat is de reeks tussen die twee gegevens. Dan ga ik hem namelijk... Sorry, ik versta je niet goed met de bril op. Ik doe de bril er even bij af, ja? Ze zitten allebei in elkaar. Dat klopt. Ik voel hem wel, ik voel hem wel. Jullie weten het best. Ik bedoel... Is dat leuk? Ja. Dat is de oplossing. Heel goed. Ja, daar zitten ze dan. He? Een afvaardiging van de klas. Zo, zo. Wie is... Nee, ik wou even iets zeggen. Iemand heeft gezegd toen we dat draaiden van ik ben blij dat ik ben blijven zitten. Wie was dat? Haha. Jij heet Bart, hè? Ja. Ben je nog steeds blij dat je bent blijven zitten? Zeker. Want je zei het erna of ervoor? Dat weet ik niet meer, maar ik denk daarna. Erna. Ik moest even zeggen dat die lessen, die zou ingehaald worden. Is dat al gebeurd? Ja. Ja, met tempo dat wij volgen, dat we krijgen nu, dus... Ja? Zeker al ingehaald. Hij is ingehaald, hè? Ja, want anders krijgen we boze brieven. Dat wij de mensen van hun werk afhouden op school. Wie is de leider van jullie eigenlijk, jongens? Ja. Waar moet die trofee naartoe? Nou, weet je wat, Koen? Luister. Jij zit er dus op het hoekje. Dat is het makkelijkste. Ik geef hem aan jou. En dan... Zo, en, dan wil hij weer die mevrouw. Zeg jongens, wat is dat voor een school daar? Nee, je krijgt geen mevrouw, want die houden we lekker hier. Die is voor jou. Kijk eens. Precies. Deze week ging Allard op pad voor zijn schoolkrant... voor een zogenaamd exclusief interview met Bart Peters. En Bart had natuurlijk geen flauw idee dat er zoveel lezers geabonneerd waren op Allard's schoolkrant. Moet de pauze nog uit? Zo. Vind je het erg om wel te zijn? Ik vind het heel erg om een Belg te zijn. Omdat ons land nogal klein is. Als je een beetje een wat wagen hebt, dan kan je nauwelijks een uur in België rondrijden zonder dat je in het buitenland verzuild raakt. En het regent er nogal veel. En het eten is er niet zo goed, maar je wint aan alles. Heb je een vriendin? Ja. En die heet Anneke. En die is heel lief en heel verstandig en heel mooi. En ze kan goed koken. En ze maakt weinig lawaai wanneer ze slaapt. Heb je een drankprobleem? Ik? Ja. Soms. Maar nooit alcoholische dranken. Bijvoorbeeld, ik heb soms dorst of zo. En dan is het soms het probleem dat er geen melk in de buurt is. Maar verder, ik heb nog nooit in mijn leven bier gedronken. Ik vind het niet lekker. Nee, ik vind het gewoon niet lekker. Hoe oud was je toen je het voor het eerst deed? Voor het eerst deed? Patat eten. Toen was ik, 3 jaar. 3 jaar. Ken je een mop over Nederlanders? Een mop over Nederlanders? Nee, maar ik ken een mop over Belgen. Mag dat ook? Ja. Weet je hoe een Belg zijn nieuwe tikmachine inhuldigt? Nee. Door het lint door te knippen. Was je vroeger ook al leuk? Nee, ik heb daarvoor gestudeerd. Ik heb daarvoor gestudeerd. Er is een speciale school in België waar je alleen leert patat eten en leuk zijn.
Ben je perfectionist? Perfectionist, bedoelt u? Ja. Nee, ik ben kubist, absurdist en expressionist. En naturalist ook. Ben je egoïstisch? Onwaarschijnlijk. Maar wat betekenen al die woorden toch? Nou, ik vraag. Oh, goed, ja. Dus ik vraag. Droom je veel? Vrijwel iedere nacht 3 keer ongeveer, maar soms ook dezelfde droom. Dat komt omdat ik op een soort Sky Channel ben aangesloten met mijn dromen. En dan krijg je altijd dezelfde programma's terug. Droom je ook wel eens droog? Meestal wel. De laatste jaren zelfs uitsluitend. Ik maak me er zorgen over, maar vrijwel altijd. Wat moet je kunnen om later bij de tv te... Niks. Totaal niks. Je moet gewoon het in je bol krijgen van nu ga ik maar liever bij de tv werken. En dan lukt dat wel. Heb je een zware hypotheek? Ja, hoe weet je dat? Wat? Dat ik een zware hypotheek heb, ja. Nou, dat vraag ik. Ah, ja, ik heb een zware hypotheek. Hoeveel moet je nog vragen? Ja, hoeveel betaal ik? Ah, 30 hypotheek. Draag je geurvreters? Nee, maar mijn vader wel. Nee, ik draag geen geurvreters. Maar dat komt omdat ik geen last heb van zweetvoeten. En dat komt omdat ik altijd lederen schoenen draag. Als je plastieke schoenen draagt, dan kan je maar beter geurvreters dragen ook. Ik denk dat meer Nederlanders plastieke schoenen dragen. Hou je van spruitjes? Niet echt, niet echt. Maar soms moet je het eten voor je gezondheid, naar het schijnt. Als je in Nederland moet blijven slapen, geloof je vriendin dat dan? Meestal wel. Maar ze komt ook veel mee om te controleren of het inderdaad allemaal wel klopt. Kan jij het Belgische volkslied? Nogal. Hoeveel regels moet ik ervan zingen? Oh, doe maar 1. O vaderland, o dierbaar land der Belgen. Onze trots en de is u genaamd. Verder ken ik het niet. Nou, bedankt voor dit sympathieke gesprek. En ik zou het leuk vinden als je bij mij in de show een liedje zou komen zingen. Dat is prima, dan moet je alleen maar zeggen wanneer je show doorgaat. Wat denk je? Bananensplit. Got a girl that's always late. Every time we got a date, but I love her. Yes, I love her. I'm gonna walk upright to a gate, and I can see if I can put things real straight, 'cause I need her. I'm gonna ask her. Thank you.
Bedankt voor dit sympathieke liedje, om het Allard te spreken. Ik ben het heel graag, maar over die Allard trouwens, ja. Die mocht niet komen vanavond omdat hij nog zo jong is. Maar ik had er heel veel bewondering voor. Als je hem dit wil geven, het is al wat je nodig hebt om een presentator te worden. Dus iets voor spiekbriefjes op te zetten, ja. Een zonnebril om niet herkend te worden op straat en vooral heel veel gel. Dat voor Allard, Allard, dat krijg je. Allard. En bij Allard heb je ook wat gestuurd. Je hebt het fantastisch gedaan. Dit heeft Allard voor je. Er zit ook een briefje bij. Hey Bart, jammer dat ik er niet mag zijn. Groetjes. PS. Groetjes. PS. Ik vind het jammer dat ik geen liedje met je zing. Allard, dat doen we ooit. Echt waar. Daar is hij. Daar is Ralf, dan. Je hebt me belazerd, maar ik vond het heel leuk. Vooral vanwege Allard. Graag gedaan. Ook namens Allard. Bart Peter. En wij zijn weer gearriveerd bij de uitgaven van de week. En daar weet Ralf meer over te vertellen dan ik. Ja, dat hoop ik. Dames en heren, de uitgeleider van de week gaat ditmaal, hoe kan het ook anders, naar België. Naar onze collega's van de BRT, of de VRT, zoals u wilt. Vanwege hun positieve bijdrage aan het totale oeuvre van informatieve versprekingen op televisiegebied in het algemeen en op amusementsgebied of verstrooiingsgebied in het bijzonder. Interview vrouwelijke autobuschauffeur, tweede maal. Derde maal, denk ik. Tweede maal of derde maal? Vindt u dat een vrouw veiliger rijdt dan een man? Zo eer naar ihren vesten als naar ihren statistieken abgemessen werden. Dan heb ik het toch verkeerd gezegd, zeker? Dat het gebouw, mijns inziens, niet ten minste architectuur. Ik ga het opnieuw lezen. Er werd mij medegedeeld dat er sprake zou zijn het casinogebouw te klasseren. Sta me toe u te melden dat dit gebouw, mijns inziens, niet ten minste architectuur. Dus wat men kan terugvinden bij negerstemmen bijvoorbeeld, hè? Vrouwelijke negers, dus negerinnen eigenlijk, sorry. Meneer Van den Heuvel, dit is een drukstation. Hoeveel auto's komen hier per dag door? Zo'n 250 en in de spits dagen of periodes een 300. En in een heel jaar, hoeveel is dat dan? Ja, nu, dat is een rekensommetje hoor. In Nederland maken wij vaak grappen over Belgen. Dat doen ze overal, de Amerikanen doen dat over de Polen, de Engelsen over de Ieren, de Tsjechen over de Slowaken. En altijd gaan die grappen over dom. Onzin natuurlijk. Wij menen dat niet. Want waar zijn mensen vriendelijker en hulpvaardiger dan in België? En dat kwam ons goed van pas. Als u
Als u daar aan die kant het water erin wil kieperen, mm-hmm. en erop wil letten dat het aan de zijkanten stijgt, want het is daar veel te laag. Mm-hmm. Ziet u? Ja. Het is daar lager dan daar. Dus een stuk hoger, het scheelt zeker zo'n 40 centimeter. Dus ja. Ja, een beetje in paniek hoor, maar in korte tijd moeten daar veel emmers water aan de andere kant van de brug. Oh ja. Ja, lukt dat? Ja, dat moet toch. Dan meet ik het hier. Mm-hmm. Dus met dit pijlood ja? meet ik hoeveel het stijgt. Weinig hoor. Ja, een beetje weinig. Maar vullen we eerst een paar emmers. Voldoende even, denk ik. Ik denk dat we het beste zo kunnen doen dat ik hier blijf meten met het lood. Ja. En dat u ongeveer op die plek daar. Ja, aan de linkerkant daar. Ja. Een beetje bij die derde spijl. Ja. Dat u er daar in snel tempo het water erin gooit. Dus met een emmer erheen en snel weer terug en weer met een emmer. Dan meet ik hier. Dan start maar, ja. Dat is goed. Als die derde klaar is, kijk dan even naar de zijkant of het stijgt. Of niet? Nou, we hebben 3 emmertjes water. Misschien een centimeter of zo. Je kan het goed zien aan de zijkant, hè? Mm-hmm. Aan het blad wat droog ligt. Ja. Ja, er zal wel iets bijgekomen zijn, maar ja, 3 emmers water. Zo'n grote. Ja, maar het loopt schuin, hè, denk ik. En het lek moet toch hier zitten. Mm-hmm. Dus dan misschien moet het nog sneller, ik weet het niet. Kunnen we wel proberen? Wat doe je precies stijgen daar, meneer? Hij is precies wel. Is het nou toch over een centimeter of 3, dacht ik? Ja. Of niet? Nee, ik denk. 2 centimeter. Net als iedere wereldstad heeft ook ons Antwerpen een eigen luchthaven, die van Deurne. Een poosje geleden scheen daar iets te mankeren aan het radarsysteem. Het scheen dat de storingen te maken hadden met een bepaald gebied in de directe omgeving van het vliegveld. Dus werden er 2 technici op pad gestuurd om uit te zoeken wat nou wel de oorzaak ervan kon zijn. Let wel, de overeenkomst van deze technici met leden van het Banana Split Team is puur toeval. Ja, schrik u niet hoor. We zijn van de luchthaven van de technische dienst. Mijn naam is Van de Morselen. Dit is mijn collega en wij hebben storing, de radar heeft storing met deze omgeving. En het kan zijn dat het ergens in de tuintjes zit. Vindt u het erg als wij even uw tuintje onderzoeken? Maar dan moet het toch niet inlopen, niet? Nee, maar we even eromheen, hè, maar even nou, kijken. Kunt er toch misschien... Want misschien vinden we het, wij zoeken storingen. Ja, ik snap dat niet, Erik, is het me toch... Vanuit de grond komen? Ja, het kan niet. Misschien komt het van de muren of de grond, maar we willen sowieso bij de tuintjes beginnen. En dan komen we vanzelf wel waar we wezen moeten. U stopt dat je niet gelijk moet zoeken, hè? Ja, blijft u rustig hier staan. Dan kan ik u misschien nog vragen stellen, hè? Misschien even het portaal dat u even buiten komt. Ja, kijk jij het portaal en kijk ik. Kunt u even hier staan, dan kan ik het portaal opmeten, hè? Ah, ja. Komt u maar even hier dan. Ja, maar nee, want ik.
Ja, doet u ook. Ja, hier, ik heb wat hoor. Zal ik vragen om, om de bloot te leggen in de tuin? Dat komt. Dat komt niet. Ogenblik over. Ja, we zullen het bij, niet vandaag, maar misschien morgen of zo, dat we een tuintje kunnen omspitten. Laten we... Ja, nee, dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Hier heeft nooit niks anders gestaan. Dus ik zie niet waarom dat er nu niet eens een stoornis zou komen. Ja, maar dat is voor uw veiligheid, hè? Voor uw veiligheid, anders komen de vliegtuigen kan de fout in. Zo meteen, dan komen ze naar binnen. Ik heb nog nooit iemand met de... Ik heb mijn vrouw, de schoen is oké, okay, hè? Zou je dan, dat is je dat toestel eens een keer nu moeten laten nazien? Ik begin daarom te twijfelen. Maar nee, wat is er met die schoenen? Hebt u daar ijzertjes onder? Nee. Hallo? Kunt u nog even komen, meneer? Even kijken naar u. Wat is er met die schoen? Kan u even kijken hier wat er met die schoenen daar is? Dat zijn die schoenen, dat zijn sloepen, jongen. Nou, dat moet ik even kijken. Zijn het sloffen? Dat is kijken, dat heb ik nog nooit gezien. Heb jij dat wel eens gezien? Nooit. Een slof. Een slof die lawaai. Maar daar is een steunzool in. Nee. Ja, wel, daar is een steunzool in. Dat is een stukje, is het wel, hè? Maar dat is niet weg, hè? Misschien weer. Is weg. Kijk, deze doet niks. Maar deze doet niks. Maar was je er gaan gelooien? Deze doet wel. Deze doet niks. Die is niks. En die? Die is niks. Hebben we het museum dat er een torentje zijn? Waar? Over de kelder gaat. Ja? Dat er net over de kelder gaat? Even kijken naar de kelder. Nee. Hier is hij weg. Ja, maar hier is het weg. Luister, kom even mee. Wij gaan even wat vertellen. Kijkt u veel televisie? Nee, nog niet. Nee, Nederlandse televisie. Ja. Verdikke toch. Hoe is het met Boomske? Ah, dat staat er nog, hè. En dat hij dan een zucht gelaten zo. Dat er maar blijven staan. U krijgt van Anita een trofee. En alsjeblieft, kijk eens. En dat heeft u terecht verdiend. En sorry voor alle toestanden. In het boomske en het tuintje zijn prima in orde. Hè? Goeie reis naar huis. Tot ziens. Dit was dan onze Belgische Banana Split Show. Juist. En ik wil natuurlijk heel graag al die mensen in België bedanken voor hun enthousiasme en hun tolerantie voor onze grappen. En ik hoop dat zij net zoveel plezier hebben gehad bij het terugkijken als wij bij het maken. Dus recht uit mijn hart, België, bedankt. Goedenavond allemaal. Ja, en voor mij ook goedenavond. Tot de volgende week.